Vrede nu. Kroegpaas Christian en DJ Elton sluiten zich tijdens Carnaval 96 uur op. Dit is te volgen via een livestream. Wij gaan uh, vanuit Christian de Haven gaan we 96 uur non-stop uh, carnavalsmuziek draaien. Uh, het is dus een carnavals-livestream uh, van 96 uur, waarin wij uh, uh, een aantal ingrediënten gevonden hebben die deze livestream uh, tot een mooi pakketje moeten of een mooie maaltijd uh, moeten maken. De hoofdingrediënten zijn natuurlijk carnaval, ja. uh, een stukje protest vanuit uh, ons als horeca uh, naar de ellenlange uh, lockdown. Want uh, we kunnen met z'n allen wel vaststellen, vaststellen dat uh, de lockdown heel erg lang duurt. En wat ook een dingetje is, we willen het feestje carnaval niet uh, ja, onopgemerkt voorbij laten gaan. Dus uh, carnaval voor de mensen thuis op veilige afstand. En we gaan geld inzamelen voor het goede doel. Namelijk de drie startende horecazaken in regio Breda. Die vanuit de overheid geen steun krijgen. Nou, mensen kunnen tijdens die 96 uur kunnen ze verzoekjes indienen. Dus als jij een leuke plaat wil horen, carnavalsnummer. dan kun je in de chatbox kun je reageren: van ik wil dat en dat nummertje horen. En dan mag jij zelf bepalen of dat nou een euro is, of 10 euro, of 100 euro. Uh, dat bepaal je helemaal zelf. Waar de livestream te zien is, is nog niet helemaal bekend. Waarschijnlijk komt er een, uh, een eigen website, chrisjeanderhaven.nl. En daar kunnen mensen wel 96 uur onafgebroken uh, naar ons kijken. En daar geven we later uh, deze week, uh, of net voor de livestream geven wij prijs waar het te volgen is. En dat zal via de uh, Facebookpagina van Haven op onze social media's uh, bekendgemaakt worden. Ja, we komen met een, 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 een programma, 96 uur, die we helemaal gestructureerd hebben. Uh, we krijgen iedere dag een uh, maskzinger, dus een, een vaste klant of een bekende bredanaar die we in een pak gaan stoppen uh, met een stemvervorming. Die komt een nummer uh, zingen, uiteraard allemaal volgens de strenge regels van gemeente RVM. Uh, die gaat een nummer zingen en de mensen thuis, de kijkers, die mogen dan gaan raden uh, wie er in uh, dat pak zit... We krijgen ook een, een serieus programma aan tafel met. En uh, dan nodigen wij een gast uit hier in, in, in Christian de Haven, waar wij een, een interview mee gaan doen. En uh, bijvoorbeeld leuk om te noemen dan Johan de Vos, eigenaar van Boerke Verschuren en voorzitter van de Koninklijke Horecabond Nederland in Breda, die zich heel erg inzet ook voor horeca. Dus dan, uh, ja, dan krijgen we die te gast en dan gaan wij mee in, in een interview. We gaan carnaval 96 uur bij de mensen thuis in de woonkamer uh, uh, vieren. Heel belangrijk, want het is de eerste keer in 37 jaar tijd voor mij dan dat er geen carnaval is. Dus we willen toch iets, iets geven aan de mensen thuis. Uh, en we willen zoveel mogelijk centjes ophalen voor die goede doelen. We hebben jullie allemaal hard nodig. Uh, dus uh, probeer ons uh, uh, die 9600 euro, wat ons streven is, 96 keer 100 euro, is 9600 euro. Dus dat we die horecazaken een mooi bedrag kunnen doneren. Breda nu.